is misschien wel leuk om te vertellen. Ik heb dus laatst een plakje jonge kaas gepakt en die heb ik op mijn vagina gelegd. En daar heb ik dan de föhn op gezet. Weet je wel? Maar niet te hard. Gewoon een beetje medium, medium warm. En ja, dan krijg je dus een hele leuke kutafdruk in de kaas. Een soort Bassin Adriaan boterhamworst, maar dan met kaas.